Echt voor Gamer Max, welkom bij een nieuwe video op Open Kingdom, mensen. Ja, ja, we zijn er weer. We zijn weer op Open Kingdom, zoals jullie kunnen zien. Het is lekker druk hier op Free Haven. En ja, wat heb ik hier de vorige keer natuurlijk gedaan? Je ziet het al daar. Ik heb crates geopend. En ja, jullie weten, de vorige opening ging echt insane goed. Ik kreeg echt insane goede spullen eruit. En heel veel kijkers zeiden ook dat ze ook goede spullen hadden gekregen. Dus dat is nice. Jullie weten, ik heb er nog een paar over van die crates. Ik dacht, die gaan we vandaag even lekker openen. In ieder geval, ja, we gaan ze openen. Vind je dit tof? We gaan meer Open Kingdom sowieso uploaden. Want ja, de nieuwe 1.6-update is natuurlijk pas uit geweest. En ja, dat betekent meer Open Kingdom video's. En ja, in ieder geval, doe ons een live. Vergeet zeker niet te abonneren. En we gaan ondertussen maar, ja, gewoon even naar die crates toezwemmen. En het is aardig druk hier. Mensen zijn dingen aan het verkopen, want je kan namelijk hier ook dingen verkopen. Maar dat heb ik ook al een beetje gedaan, want ik heb nu 30.000 zilver en ik had eerst 24.000 of zo. Na de opening. In ieder geval, ik heb dus ook wat spulletjes verkocht. Niet echt al te goede spullen, die hou ik natuurlijk zelf. Nou, wat heb ik nog over? 6 van deze Empire Crates en ik had er nog 6 van deze Triton. Ja, ja. Nou, ik denk dat we beginnen maar weer met de Triton Crates. Want ja, die waren vorige keer echt insane goed. En deze waren, ja, waren ook goed, maar ja, deze zijn maar 2.000. Dus op zich kocht ik liever deze. Maar ja, we gaan beginnen met deze openen, aangezien deze goedkoop zijn en die andere zou iets beters moeten inzitten. Ik heb gehoord dat er echt nog insane goede spullen in zouden moeten zitten die nog niet zijn uitgekomen. Dus ik hoop dat we die krijgen. In ieder geval, ja, we gaan beginnen. In ieder geval, wil je deze crate? Ja, je kan op Open Kingdom zilver sparen. Zoals je hier ziet, er is een booster. Mensen kunnen boosters inzetten. Je krijgt nu keer 7, dus per 5 minuten krijg je wat hier staat. En dan staat nu keer 7, dus krijg je 7 per 5 minuten. In ieder geval, dat krijg je dus erbij. En je kan natuurlijk dingen verkopen. Daar, in dat huisje kan je je diamond blocks, je emerald blocks en je gold blocks verkopen. En dan krijg je ook weer zilver van. En daarvan kan je deze crates openen. En je kan ze natuurlijk ook kopen op de shop. shop.zavondgames.nl als je ze wat sneller wil. Dat kan natuurlijk ook. Maar je kan ze ook gewoon heel makkelijk in-game grinden. Maar genoeg gepraat. Ik denk dat het maar tijd is om te beginnen, mensen. Ja. Nou, laten we beginnen met dus een Triton crate. Oké. Okay. Let's go. Oh my god. Hoe is het mogelijk, mensen? Hoe is het mogelijk? De eerste crate wat ik open. De allereerste crate, mensen. En wat krijgen we? Een elemental leggings. En dat is echt insane goed, mensen. Zoals je ziet, de vorige keer had ik de Colossal, of hoe die ook heette. Deze zijn gewoon nog beter, want hier staat ook Protectie 4 op Fire Protectie 4. Projectile Protection 4. Wat heeft hij gewonnen? Hij heeft Golden Apple gewonnen. Nou, ik heb iets beters. Unbreaking staat erop en Mending. En wat Mending betekent, mensen. Normaal gaat je armor kapot, zoals je hier ziet. Normaal armor. En dan moet je gaan repairen. Nou, Mending. Als je met dit, als het kapot is en je gaat naar XP toe, dan repairt hij vanzelf als je het in je hand houdt. Dus dat is, ja, insane handig, vind ik zelf. In ieder geval, ja, we gaan door naar de volgende. De eerste is weer echt gewoon super goed. Ik weet niet hoe ik het doe, maar blijkbaar ben ik echt master in crates. Mindtopia wel altijd super goede crates en hier dus weer. Nou, tweede crate. Let's go. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is, mensen. 6.500! Wat? Dit is echt insane, mensen. We krijgen alleen maar goede shit hieruit. Het kost 2000 en we hebben 6.500. Dus we kunnen van die 6.500 gewoon weer 3 nieuwe kopen. Het is gewoon echt insane, mensen. Oké, okay, let's go naar de volgende. Oké. Okay. 128 diamond blocks, niet verkeerd. Die kan je ook verkopen voor volgens mij meer dan 2000 XP, zeg ik. Ja, ik moet zilver zeggen. En het is ook profit, dus dat is ook nice. Diamond blocks, daar kan je natuurlijk ook setjes van kopen en van allerlei dingen. Nou, volgende. 3000 influence, daar heb ik helaas niks aan. Want ik heb wel een maximaal aantal influence. Maar het zou handig kunnen zijn, dan kan je op andermans land dingen slopen. In ieder geval, dat is wel iets minder, want ja, ik had al mijn maximaal aantal influence. En dan krijg je niet erbij. Maar ja, dat is niet erg, want we hebben al 3 insane goede dingen gehad. Nou, de volgende. Wat? Ik heb hem gewoon weer. Dan. Hoe dan, mensen? Oh my god. De vorige aflevering had ik hem ook al, mensen. Jullie horen misschien aan mijn stem. Ik heb een beetje lopen schreeuwen. Dus ik heb... Ik heb hier de hele dag gestaan bij die crates. En dacht ik, ja, helemaal schreeuwen. Dus we waren een beetje blij. Dus misschien is mijn stem er een beetje
beetje raar van geworden van het schreeuwen. Maar in ieder geval, ik moet blijven schreeuwen, want ik krijg alleen maar insane shit. Een colossal crossbow met punch 3, mensen. Punch 3, hoe dan? Ik begrijp het gewoon niet. Ik krijg weer die goede boog. Ik had er al eentje, die zit in mijn ender chest. En nu heb ik er gewoon nog eentje. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Deze Triton crates, als ik je wat moet adviseren, open ze. Want ze zijn echt insane goed. Nou, laten we doorgaan. Het is trouwens wat rustiger als de vorige keer, dat moet ik wel zeggen. Volgens mij zijn ze allemaal te handelen daar. In ieder geval, vorige keer stond het helemaal vol hier, maar volgens mij is het handelen daar. In ieder geval, lekker rustig, voor mij handig. Nou, de laatste Triton crate en dan gaan we door naar de Empire crates. Die zijn 2,5 keer zo duur. Nou, de allerlaatste. Weer diamond blocks, nice. 96 diamond blocks. Nou, we hebben weer lekker een hele room met diamond blocks erbij. En we zijn nog niet eens bij de beste crates begonnen, mensen. Wat hebben we nu? XP, diamond blocks, een colossal crossbow en een elemental leggings. Echt insane. En we hadden natuurlijk de influence, maar daar had ik niks aan. In ieder geval, we gaan beginnen met de Empire crate. Nou, laten we hopen dat deze beter zijn. Maar dan, ja, wat moet ik dan hopen? Dan moet ik het allerbeste krijgen of weet ik wat allemaal. Want ik heb al insane dingen gehad. Ja, let's go de... Wat? Oh my god. Nee. Is het serieus? Dit is Soulbound volgens mij, mensen. Dit is Soulbound. Hier staat ook onder. Helemaal onder. Bound to Soul. Soulbound. Wat betekent dat? Dat betekent als je doodgaat en ik heb ze aan, dan krijg ik ze terug. Oh my. Volgens mij is dit echt insane veel waard, hoor. Dit is volgens mij echt insane veel waard. Soulbound items. Ik weet niet voor hoeveel ze gaan. Ik zal het zo meteen wel eens even vragen. Maar volgens mij is dit het beste item wat ik tot nu toe ooit uit een crate heb gehad. Als een soulbound. Dus ik weet niet zeker, maar het staat er wel. Bla bla. Ja, ik kan het allemaal niet lezen. Want ja, er staat een hele tekst, maar daar kan ik het niet uit halen. Ja, boots. Ja, bound to soul. Soulbound dus. Ik denk het. Ik ga het zo meteen vragen. In ieder geval, als het soulbound is, is het echt insane goed. Het beste wat we tot nu toe die Empire crates hebben gehaald. Dus niet alleen de Triton crates zijn goed, maar ook de Empire crates zijn goed. Nou, laten we gewoon doorgaan. Ik praat er veel mensen. Jullie willen gewoon die crates zien, ik weet het. Let's go! Oh my god, weer golden apples. Dat is echt insane. En die golden apples heb je echt nodig tijdens de oorlogen. Dus dit is een prima, ja, een prima... Ik wil niet zeggen dat het insane goed is, maar het is gewoon prima. Goede winst. Je maakt de profit op. Nou, gaan we door naar de volgende. We gaan een beetje sneller doorheen. Holy shit. We kregen net 2 stack golden apples en we krijgen nu gewoon 4 stacks. Oh my god, kijk hoeveel we er alweer hebben. En ik had er de vorige aflevering al zoveel gekregen. En nu gewoon weer, mensen. Gewoon weer krijgen we het. Ik zweer het je. Ik heb zoveel geluk met deze Empire crates en die Triton crates. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb echt zoveel geluk met openen van die dingen. Ik weet het echt niet. Nou, laten we gewoon doorgaan en hopen dat we nog meer goede dingen krijgen. No way. Oh, wacht. Nee, deze zijn ook soulbound volgens mij. Deze zijn legendary. Is element soulbound? Ik ga het aan hem vragen. Nee, dat meen je toch niet? Volgens mij heeft hij niet door dat hij niet in vanish zit. Maar het maakt niet uit, dat is een moderator. Ja, dit is gewoon soulbound. Nee! Dit is dus gewoon eigenlijk slecht. En dit is gewoon nog beter wat ik dus net had. Ik heb dus nu al een soulbound met... Oh my god. Met mending. Dit is gewoon het beste wat je kan hebben. Je gaat het gewoon nooit kwijt. Letterlijk. Ja. Als je het misschien weggooit met Q. Maar je gaat het dus gewoon... Als je dood gaat, hou je het gewoon. Dat is soulbound. Nou, dit is echt insane. Dit is echt insane. Ik heb nu gewoon al een half setje... Van legendary. Dit is gewoon het beste gear wat je kan hebben volgens mij. Nou, hoeveel heb ik er nog? 2. Nou... En mijn dag kan niet meer stuk, mensen. Ik heb gewoon nu al gewoon 2 van die items. Plus deze is ook nog soulbound volgens mij. Dat weet ik niet helemaal. Maar die is wel iets slechter. Want er staat... Ja, er staat wel fire protection op. Maar geen depthstrijd. Dat is wel handig op je boot. En ik weet niet of je dat erop kan zetten. Maar ga het allemaal checken. Nou, dan gaan we door. We hebben nog 2 influence. Ja, daar hebben we helaas weer niks aan.
Helaas, helaas. Maar ja, soms krijg je ook slechte dingen. We kunnen niet alleen maar geluk hebben, want dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal, mensen. Oké. Okay. De allerlaatste. Even ritueeltje. Even een rondje lopen. Oh, iemand anders heeft ook geopend. Hij heeft diamond blocks. Nou, gelukkig heb... Ja, ik was echt... Gelukkig heb ik die niet geopend, want ik heb al een heleboel diamond blocks. Ik hoop dat nu dan die goede... Ja, een helmpje van dit of een boot zou nice zijn. Maar daar moet ik wel heel veel geluk aan hebben. Want volgens mij is dit echt de kans dat je dit krijgt. Dit echt... Laten we zeggen, ik denk 1 op 50 of zo. En ik heb gewoon al 2 en laten we zeggen 12 creatures. Dat is echt insane, mensen. Ik heb... Ja, ik begrijp het allemaal niet meer. Ik heb gewoon kapot veel geluk. Nou, laatste! Oké, een Echo Particle. Dat is natuurlijk niet het allerbeste, maar ook niet slecht. Kingdom... Ik heb de Lightning, die hadden we in de vorige aflevering. De Smoke Bomb. De Angry. De Slime. De Witchcraft. Oké, dat is niet slecht. Dat is zeker niet slecht. Wat had ik nou? Oh, ik kan dus niet zien welke ik had gekregen. Nou, ik heb in ieder geval één van deze gekregen. En ik had er al een paar. In ieder geval een super toffe opening, mensen. Een super toffe opening. Ik ga eens even naar Pleintje toe vragen wat die dingen waard zijn. Want volgens mij zijn die echt insane goed. Daar is Salvador. Ja, hij weet dat wel. Ren nou niet weg. Hallo. Hey Salvador. Wat? Zijn elemental goed? Hij weet dat wel. Is zeer goed, dat is zomaar. Ja, ik zei het, mensen. Ik zei het je gewoon. Ah, mooi. Heb 2 stuks. Lekker, man. Ah, yes, mensen. Dit is echt insane goed. Hier kan ik zo goed mee spelen, mensen. Hier kan ik zo goed mee spelen de komende oorlogen. Ik denk dat jullie oorlogvideo's gaan zien dat ik gewoon iedereen ga... Ja, niet ga rekken, want ik word er niet bepaald beter op. Maar Ik krijg het gewoon niet kwijt een keer. Dat is zo nice. Ja, of het moet breken natuurlijk. Maar ja, dan moet ik het gewoon op tijd repareren natuurlijk. In ieder geval. Ja, ik ben blij dat ik die crates op dit moment heb geopend. Want ik denk dat ik betere spullen als dit er toch niet uit had kunnen krijgen. Of ja, je moet al elke crate deze shit eruit krijgen. Maar dan moet je wel heel veel geluk hebben. In ieder geval, we overtreffen gewoon de vorige opening weer met gewoon... Gewoon 3 soulbound items en weer die goede bogen en zoveel gappers weer en zoveel diamond blocks. We overtreffen het gewoon weer, mensen. Ik begrijp het gewoon niet hoe ik zoveel geluk kan hebben met die crates. In ieder geval, ga ze openen, mensen. Ik zweer het je, ze zijn insane goed als je open kingdom speelt. Ga het spelen, open die shit en je gaat zo goede shit krijgen. Ik ben er blij mee. In ieder geval, ja, wil je ze kopen? Dat kan natuurlijk met zilver hier in-game of je kan ze gewoon op de shop kopen. Van DDG, zilver is best makkelijk te krijgen in ieder geval. Je kan je wel nog even die shopje laten zien. Als je gewoon diamonds gaat minen, dan kan je ze zo hier verkopen. Kijk maar. Hier. Een stack diamond blocks is 4x360. Dat is iets in de 1400. Dus je krijgt 1400 zilver voor een stack diamond blocks. En dan kan je al bijna 1 triton crate openen. Dus je kan ze best makkelijk grinden. Want je hebt ook een eiland waar heel grote mine in zit. En als je dat dan met Fortune 5 hakt, dan kan je dat heel veel diamonds uit krijgen. En dan is dat heel makkelijk. In ieder geval, dit had ik de vorige keer. Moet je kijken hoeveel golden apples ik nu heb. En ik kan het gewoon niet meer meenemen. En de vorige keer had ik deze, de Colossal. En ik dacht dat dit al goed was, mensen. Maar dit is gewoon 80.000 keer beter zelfs. In ieder geval, mensen, ik praat te veel. Ik ben super blij met deze crates. Dat kunnen jullie wel merken. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken. Kom open, kinderen spelen. Het is echt super tof weer na de nieuwe update. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Like achterlaten. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!